Het is einde verhaal voor deze postzegelboekjesautomaat. Ja, inderdaad, een postzegelboekjesautomaat. Bijna nergens in Nederland meer op straat te vinden. Vroeger konden mensen uit de buurt Vlokhoven in Woensel-Noord hier met een gulden postzegels kopen. Een stukje nostalgie dat uit de grond wordt gehaald door PostNL. De postzegelboekjesautomaat is ontdekt door het Eindhovense raadslid Cherik Langman. PostNL is verplicht ze te verwijderen. Normaal gesproken gaan ze naar een museum in Den Haag, maar deze niet. Deze krijgt een plekje bij het Eindhoven Museum.